laat ik hem eten. En snap je? Ja. Gewoon denk ik niet aan mezelf, want die wordt gewoon belangrijk voor mij dan mezelf. Ik zeg je eerlijk. En dat is een, als een baby maar toch? Ik moet voor hem zorgen. Als je geeft hem niet eten, broer, wie gaat voor hem niet te geven? Of, ja, ook, snap je? Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja, man, en daarom, ik wil hem echt gewoon ook of gekke hond laten groeien. Of je weet toch, dan heb ik er niet zo'n hond van Esther gehad. Hij heeft nu al de bouw om een goede hond te worden. Daarom, ik wil echt gewoon, die hond gaat echt breed worden en nog iets groter worden. Zeg man. Ja, man. Ja, dat is mijn eerste interview inderdaad. Ja, bedankt voor de kans, bro. Ja, baby bro. Thanks, bro. Met wie zitten we hier? De artiest? Ik ben Hamza, die artiest Hamza. Dat is gewoon mijn artiestennaam. En ja, binnenkort ik ga mijn artiestennaam veranderen naar Heavy. Oké. Ja, leid, man. Dat is gewoon Heavy, toch? Nou, ik ben Hamza eigenlijk. Ik ben nu ook als, gewoon bekend als Hamza, maar ik wil gewoon mijn naam als Heavy veranderen. Want ja, iedereen ook bezig van die mensen die kunnen mij als Heavy. Oké. Ja, want Heavy had je als eerst? Of ja, had ik al eerst, maar je toch? Toen was ik met muziek begonnen. Ik heb gelijk mijn naam gewoon naar Ine Hamza veranderd, snap je? Zodat die toch past bij mijn naam gewoon, want ik ben Hamza, ik heet Hamza gewoon mijn naam. Oké. Hamza is gewoon je toch bij. Dat is makkelijk te onthouden, toch? Precies. Oké. Ja, man. En doe je al lang rappen? Sinds 2019. Sinds 2019, dus toch al. Wat is dat? 4 jaar? 4, 5 jaar eigenlijk, maar ik ben pas begonnen met droppen in 2021. 2021? Ik heb mezelf 2 jaar van tevoren gegeven, ik heb gas gegeven. Hmm. Ik heb toch weer muziek geschreven, weer muziek opgenomen. Ik heb veel connectie gemaakt hier en daar voordat ik mijn eerste single uitgebracht. Oké, dus ja, het was belangrijk dat je kunst, om het zo maar even te zeggen, dat het goed was voordat je die aan de massa liet zien, inderdaad. Precies, maar ik heb daar ook toch hard gewerkt aan mijn flow. Toen met ik heb hem gewonnen, snap je? En vandaar zeg ik nu het is gewoon tijd om te droppen met deze flow. Want de eerste, toen ik pas begonnen met rappen, 2019, ik kan al van vroeger schrijven, en ik heb niet zomaar rap gekozen. Dus speciaal is dat. Ja, man, omdat ik kan al schrijven en ik schrijf altijd teksten. Ik verzin nu toch zinnen uit mijn hoofd. Ga ik die gelijk schrijven. Toen kon ik gewoon zeggen, waarom ga ik niet een artiest worden? Gewoon muziek schrijven. Snap je? Is dat schrijven begonnen als rap? Of was het eerst gewoon muziek? Nee, of het was gewoon als gewoon, je weet toch. Kijk, elke ding die komt in mijn hoofd, ik schrijf die. Sommige zinnen, verzinnen, je weet toch, verzinnen. Ik schrijf soms mijn 13e, man. Maar sinds je 13 al, ja, inderdaad. En je bent nu? Ik ben nu. Oh, oké. Dat is een hele lange post. Ja, man. En je toch, de laatste tijd toen, ik zeg gewoon, ik schrijf harde teksten. En ik zeg gewoon, waarom ga ik die niet liedjes maken, snap je? En vandaar ben ik ook met muziek begonnen. Ik heb niet zomaar, ik ben een rap gekomen, snap je? Oké. En want jouw genre in rap is voornamelijk drill, of? Nee, gewoon eigenlijk. Gewoon van alles. Van alles. Want je hebt ook die mocro-trap had je ook inderdaad, hoe ze dat noemen tegenwoordig. Nee, die zit gewoon Laura. Ik heb eigenlijk afro-trap, ik heb trapboekjes opgenomen, ik heb drillboekjes opgenomen, zelfs ook oldschoolboekjes. Ik heb aan de kant, snap je. Maar misschien meestal van die liedjes die ik heb uitgebracht waren alleen maar drill, maar ik heb letterlijk van al die soorten, man. Dat is sick. Want ik wou eigenlijk vragen, want je doet alleen maar Syrisch rappen. Ik doe alleen maar serious rap, maar met de tijd, ik wil ook iets met Nederlands gaan droppen, man. Ik had toevallig net een track gezien inderdaad, of geluisterd, en dat deed je inderdaad Nederlands in rappen. Dat was van 2 jaar terug volgens mij. Klopt, maar het is gewoon mijn eerste single intro. Oh, was je eerste? Oké. Ja, maar van tevoren, ik was gewoon ook alleen maar met Nederlandse teksten bezig, snap je? Ik heb ook een paar Nederlandse liedjes opgenomen, maar vind ik niet zo hard, snap je? Mm-hmm. En daarom heb ik die verwijderd. Toen een paar studios waar ik gewoon in geweest, ze zeggen liever als je gaat spitten met Arabisch, want je bent hard. Gewoon met je moedertaal, snap je? Vandaar ik heb gefocust naar Arabische rapmuziek. Wat je rap, is dat Syrisch of Arabisch? Of gewoon Arabisch Syrisch. Algemeen is dat? Ja, het is gewoon, je hebt gewoon 24 landen spreekt Arabisch. Het is niet alleen maar je toch 1 of 2 landen. Gewoon bijna alle Midden-Oosten spreken Arabisch. Oké. De meeste van die mensen gewoon. Want ik weet bijvoorbeeld in Iran heb je Parsi's en Farsi inderdaad. Farsi, ja, Iran, Afghaan, ze hebben Farsi. Maar dat is dialect meer, zeg maar. Het is gewoon Farsi, hun eigen taal is niet dialect. Okay. Is gewoon ook letters, je weet toch, ze schrijven met Arabisch, maar het is niet Arabisch. Ze hebben, je weet toch, is gewoon Farsi.
Okay. Gewoon een echte taal, snap je, versie. Mm. De rest van die landen, Irak, Palestijn, Jordan, Syrië, Libanon, Dubai, Saudi-Arabië, allemaal daar spreek gewoon Arabisch, snap je, Marokko, Libië. De omringende landen, zeg maar. Allemaal, die begrijpen elkaar gewoon en spreken één taal, maar alleen die verschil met die accent. Oké, op die manier. Want elk land heeft eigen accent. Ah. Snap je? Want je bent geboren in Syrië? Ja, in Syrië, Aleppo. Oké, Aleppo is dat? Ja. Oké. En van wanneer ben je naar Nederland gekomen, als ik mag vragen? Ik ben in 2015 hierheen gevlucht. Oké. En ja, het was eigenlijk een hele lange reis, want ik ben lopen gekomen naar hier, man. Lopen, hè? Ja, man. Oh, dat is wel een... Ik kan me niet voorstellen hoe lang dat zal wel weken geduurd hebben. We hebben al bijna 3 weken lang geduurd eigenlijk. Ik moest vanaf Turkije tot met Oostenrijk helemaal lopen. Wow, dat is waar inderdaad. Ja. Want Syrië ligt naast Turkije inderdaad. Ja. Voor de mensen die dat niet weten. Mm-hmm. Inderdaad. Klopt. Wow, heftig man. Ja. En was dat moeilijk voor jou om dat Nederlands te leren? Want je spreekt nu vloeiend Nederlands. En als jij in 2015 hier bent gekomen, betekent dat je ongeveer 7 jaar hier in Nederland woont. Ja, klopt. Kijk, Nederlands taal is een moeilijke taal. En toen ik hierheen gekomen, ik was gewoon een jonge man, snap je? Ik was gewoon 15 jaar oud. Mm-hmm. En je weet toch, gewoon leer je snel als je bent een jonger. En ik heb gewoon gas gegeven om taal te leren. Ik heb, heb ik moeten dingen uit YouTube, uit Google kijken. Ik moet die taal snel leren, want het is gewoon belangrijk, snap je? Als je gewoon die taal kan snel leren. Want hier in Nederland, je hebt die taal nodig, omdat ik woon in deze land. Het eerste ding die ik heb gewoon, die was in mijn hoofd. Ik moet alleen die taal snel leren, dan kan ik mensen begrijpen. Oh, dat is netjes, man. En ik heb die taal binnen 7 maanden geleerd. Ik heb die niveau van die ontborgeling gehaald. Dus gewoon binnen 7 maanden was het. Oké, daar heb je hulp voor gekregen om Nederlands te leren, maar voornamelijk zelf onderzoek gedaan op YouTube en dat is de tijd waar we in leven, dat is makkelijk, want je kan gewoon eigenlijk een taalkursus opzoeken en dan ligt het aan jezelf van hoe graag je dat wil inderdaad. Ja, maar precies. En je weet toch, ik moet gelijk begonnen met werken, want ik kom naar hier, je weet toch, ik kom ook om te werken. Ik ben toch, je weet toch, naar veiligheid aan het zoeken, maar ik kom hier ook, je weet toch, ik moet ook werken. Ik ga niet kijken, oh, ik moet gaan keren of andere dingen. En ik was ook nog jong, maar pas begonnen ook met werken. Er is de werk was voor mij McDonald's. Oh, hier in Heerlen? Nee, Maastricht. Oh, Maastricht. Daar, ik spreek letterlijk geen enkel Nederlands woord. Als iemand zegt tegen mij, hoe gaat het, ik kan hem hier toch niet antwoord geven. Oh, ja, dat is... Snap je? En... Ik heb echt, toen moet dit al leren. Mensen daar die spreken met mij, ik begrijp helemaal niks, man. Mm. Ik moet altijd de Google Translate gebruiken. De je toch toen zegt, nee man, kan niet. Ik moet echt gewoon gas geven om snel die taal te kunnen leren, man. Ik denk dat Nederlandse mensen zich moeilijk kunnen voorstellen hoe het is om een andere taal te leren als het bijna gedwongen is. Want je woont hier inderdaad. Het is gewoon een voordeel om Nederlands te spreken, toch? Ja, man. Dus inderdaad, ja, dat is, het zal wel een hele hoop moeite gekost hebben. Maar als je dat binnen 7 maanden je inburgerings kan regelen, inderdaad, dan is dat petje af, inderdaad. Ja, toch. Moet het ook zo. Want kijk, ik woon hier. Die eerste ding die ik gewoon was op mijn hoofd, gewoon de taal. Want dan kun je niet lopen. Kun je niet nergens gaan, snap je? Je wil toch naar de supermarkt gaan, dan moet je gewoon Nederlands praten. Je moet gewoon ergens heen of naar afspraken of dingen regelen of zo. Je moet gewoon die taal kunnen, snap je? Als je begrijpt de taal niet, mensen gaan jouw flesje hier. Mensen gaan... Je kan niet horen wat ze zeggen. Snap je? Je kan niks verstaan wat ze gaan over jou praten, snap je? En dat is belangrijk, want misschien loopt iemand schuilt jou. En je begrijpt helemaal niks van. Nee. Je gaat toch doorlopen en je zegt, ah, je lacht voor hem of u. En je gaat gewoon door, terwijl je begrijpt niet wat hij had tegen jou gezegd, snap je? Ja. Dat is moeilijk inderdaad. Ja, man. En Nederlandse taal is een moeilijke taal, bro. Het is niet makkelijk, man. Het is echt een moeilijke taal, man. Laat staan schrijven, neem ik aan, man. Want ik heb wel moeite met de Nederlandse taal. Ik ben, bij wijze van, ja, ik ben ook niet in Nederland geboren. Ik ben ook in de Filipijnen geboren, maar Nederland, zo goed als ben ik Nederlander, maar spelling en zo, dat is moeilijk voor mij. En als ik jou zo zie inderdaad, en de laatste tijd zie ik veel vluchtelingen en zo hier in Heerlen, om het zo maar even te zeggen.
En ik moet zeggen dat die zich heel goed kunnen verwoorden qua Nederland inderdaad. Dat de motivatie er wel echt zit voor die mensen qua... Ja broer, kijk, we komen hier toch, we willen gewoon leven, snap je? We komen hier niet alleen voor één ding, snap je? We komen om te leven, om voor beter leven te zoeken. We komen hier niet alleen maar zitten tussen de muren en je toch op geld wachten. Nee. En kijk, als je gaat ergens werken, dan kom je hier toch met mensen om je heen die daar alleen maar Nederlands spreken, snap je? En wordt het een stuk makkelijker voor jou. Als je contacten inderdaad. Als je contacten, als je maar zeg maar, je gaat hier werken, daar werken, je hoort hier Nederlandse woorden, je hoort daar Nederlandse woorden, snap je? Mm. Dan ga je ook die taal snel begrijpen en leren. Beetje snel. Sowieso het moet door blijven, sowieso het moet iets bereiken. Want ook als je gaat gewoon naar mijn land terug, dan ga ik met iets terug. Ga ik niet zonder iets. Nee, begrijpelijk. Snap je? Hmm. En vandaag krijg ik altijd die motivatie, man, om door te blijven, om weer dingen te kunnen bereiken. Of je weet toch. Dus kijken, is er veel verschil tussen Syrië en Nederland als je zo kijkt qua. Jazeker. Van, was er een grote schok van toen je hier in Nederland kwam? Van alles, zeker. Van toen kwam ik naar hier, broer, geschrokken, man. Ik zeg, jawel, het is gewoon heel anders hier toch dan in Syrië. Maar het is gewoon heel anders. Letterlijk, 180%, man. 180%. Zoals je hoort, die leven hier, gewoon op de grond, en leven boven, gewoon in de lucht. Dat is gewoon de verschil, snap je? Mm. Want kijk daar hier toch. Je hebt niet zo alles. Net als hier, snap je? Hier alles met regels, hier alles met dingen. Hier, je moet gewoon, zeg maar, recht zijn. Daar in je land gewoon, voor mijn land gewoon, mijn eigen land. Ik zeg eerlijk, Syrië, als die oorlog niet, was ik niet hierheen gekomen, man. Want... Ik heb gewoon mijn leven daar. Ik heb alles gewoon wat ik wil, snap je? Je ging naar school, je had je familie daar. School, familie, werken, je werkt voor je eigen zelf, snap je? Ja. Je doet gewoon je dingen, je bent niet verplicht gewoon om andere dingen te doen, snap je? Maar toen kwam ik naar hier, dus was gewoon, ik zeg eigenlijk, hier verschil, man. Je moet verzekering betalen hier, je moet dingen betalen. Alles kost geld. Alles kost geld. En wat krijg je? Je gaat het terug gewoon en ingeven, snap je? En gewoon, dat is gewoon is een hele grote verschil als je kijkt, snap je? Mm. Want daar wat ik werk is gewoon voor mezelf. Mm. Hoeveel ik ga verdienen, niemand komt achter. Leg je geen bijvoorbeeld belasting toe, BTW en zo? Geen belasting, je hebt inderdaad geen belasting. Wat je gaat verdienen, je betaalt daar geen verzekering. Het is gratis ziekenhuis, gratis dingen, gratis dokters. Okay. Ja man, je betaalt letterlijk geen verzekering, je betaalt geen ander. En kijk, alleen maar betalen, je krijgt veel stress. Als je kijkt alleen maar voor betalen, je komt hier naar Nederland, je zoekt gewoon een ander leven. Dan komt gewoon... Je krijgt gewoon, kijk in Syrië, ik word altijd ander bekken gewoon in hier in Europa. Het is gewoon makkelijk leven, ze hebben geld op de grond, bij mensen doen zo. Ik word gewoon zo, maar ik kom niet voor dat. Ik kom gewoon omdat ik weet gewoon hier toch, is mijn land gewoon een oorlog. En toen kom ik naar Nederland, ik zei, het is gewoon beter hier, ze geven snel papieren. Ja. Snap je? Daarom ben ik ook hier. En ik wist gewoon dat die Nederlands was ook zo met belasting en zo. Maar je weet toch, met twee dingen en... Maar er is wel een groot verschil tussen je toch mijn land en Nederland. Dat is voor dan wel interessant om te horen. Want kijk, in Syrië kan een grote familie maken. Hier in Nederland kan ik niet. Want? Want je moet betalen. Ah, het kost allemaal geld. Kinderen zijn duur inderdaad. Ja, het kost allemaal geld. Kijk, in Syrië, ik heb 8 broers en 4 zusjes. Mm. Van je moeder en vader, snap je? Ja, ja. En daar kun je gewoon een grote familie maken. Daar ga je niet stressen of je weet toch, of 2 kinderen of 8 kinderen of 10 kinderen. Meer kinderen in sommige landen is ook meer inkomst, bijvoorbeeld voor je ouders inderdaad. Tenminste in de Filipijnen. Kijk, wij kinderen, wij gaan werken voor onze ouders. Wij blijven zorgen voor onze ouders, snap je? Zolang ze leven nog, snap je? Ik moet voor hen zorgen. Terwijl hier in Nederland, als ze een bepaalde leeftijd bereiken, worden ze naar een verzorgingstehuis gestuurd. Nee, bij ons, je bent niet verplicht om te blijven, maar dat ligt aan jou. Zolang je gewoon thuis blijft en je ouders blijven kunnen helpen, snap je? En kijk, ik heb gewoon, in mijn familie is groot, snap je? Ik kom niet uit een stad, ik kom wel uit dorp. Oh, oké. Een dorp, snap je? En met dorp gewoon allemaal familie, één familie. Zo, iedereen kan elkaar, is gewoon...
Daar is gewoon makkelijk leven. Het hecht inderdaad, het is een klein dorpje. Ja, iedereen kent elkaar. Ja, ja, iedereen kent elkaar. En het is gewoon ook makkelijk leven. Ik werk gewoon in mijn grond, snap je? Ik werk niet voor andere mensen. En iedereen daar werkt voor hun grond, voor hun olijvenplant. Het is andere motivatie, denk ik, als je naar je werk gaat, om het zo maar even te zeggen. Want jij gaat voor jezelf werken. Je weet gewoon, nu je gaat werken, je doet gewoon dingen. Wanneer je wil stoppen, je stopt. Ja. Snap je? Dat is mooi, man. Ja, man. En vandaar, dat is gewoon altijd, kijk gewoon, maar ja, hier, je moet gewoon altijd gas geven, man. Je moet weer betalen, je moet gewoon weer dingen en te veel stress. En ik zie weer jongeren ook hier, toch? Ja. Die gaan op straat of die worden op straat uitgezet, man, door dat, man. Ja, maar in mijn land of in jouw land, die wordt nooit op straat gezet. Maar hier word je snel afgezet gewoon binnen huis. Als je gaat die huur niet betalen of andere dingen, pak gelijk. Ja, dat is inderdaad. Dan kom je achter en die schuld, kijk, je krijgt gewoon vandaag een scheld van 100 euro, als je gaat die niet volgende maand betalen, $100, snap je? En hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat? Als je kan die 100 euro niet betalen, hoe ga je die 100 euro betalen? Dat is om druk uit te oefenen inderdaad, maar mensen komen alleen maar meer in de problemen. Precies, zo eigenlijk. Het is een heel raar verdienmodel inderdaad, als je het zo bekijkt. Dat is gewoon, als je kijkt, dat is alleen maar één is gewoon een kleine verschil tussen hier en mijn land, snap je? Ja, man. En om even terug te komen naar Nederland, zijn er veel rappers hier in de buurt die Syriërs rappen? Volgens mij niet, hè? Nee, man, ik heb alleen maar contact met één. Fayron? Met Fayron. Zij is mee praten, mijn beste maat, met hem. Toch krijg ik ook motivatie van hem altijd, snap je? We geven elkaar motivatie, man. Snap je? Want toen ik begon met rap hier in Heerlen, ik zeg je eerlijk. Het was moeilijk voor mij om een studie te vinden of mensen die met rap bezig, man. Ik zeg eerlijk, ik dacht gewoon, ik ben die enige die was met de muziek bezig. Je moet echt zoeken hier inderdaad, dat heb ik gemaakt inderdaad. Zoeken. En ik heb echt gewoon hard gezocht, je weet toch, nu, ik kom alleen maar tegen artiesten hier. Tegenwoordig alleen maar artiesten, maar voor een Syrische Arabische, alleen maar voor al die, weet toch, hier om de omgeving. En dat maakt jou uniek, denk ik, hier in de buurt qua. Misschien niet zo in Nederland algemeen, maar hier in omstreken, weet je wel. Die mengeling wat jij hebt qua Syrisch en Nederlands is wel, is uniek om te horen inderdaad, ja. Ja, man. Oké, maar is jouw muziek voornamelijk bedoeld voor een bepaalde doelgroep of voor iedereen? Of? Voor iedereen. Is gewoon, je weet toch, ik schrijf gewoon muziek, dingen die ik heb meegemaakt, dingen die ik zie. Je weet toch, over mensen die, je weet toch, die alleen maar voor praatjes of die steken jou in de rug of van hun praatjes of mensen. Je toch, praat gewoon algemeen over straatleven, snap je? Want er is ook heel veel over te vertellen wat mensen niet weten of snappen, denk ik inderdaad. Ja, man. En ja, is gewoon over straatleven kun je zeggen, maar over dingen die jij elke dag misschien doet, snap je? Vooral hier in Heerlen inderdaad. Als je zo kijkt, zie je het niet zo goed, maar als je echt er diep in kijkt inderdaad, dan zie je wel echt straatleven, ja. Snap je? Vooral als de nacht valt inderdaad en op de parkeerplaatsen rondkijkt hier dan. Precies, man, daarom. Is gewoon, en ja, mijn muziek gaat eigenlijk, en ik geef elke liedje een boodschap, toch? Van mij is gewoon elke liedje, toch, geeft een boodschap ook, toch? Er zit altijd wel iets in van wijsheid of wat je mensen wilt meegeven. Qua... Snap je? Oké, dat is wel echt sick. Ja, bedankt voor het interview. Geen dank, bro. Van je toch. Altijd welkom met je, weet. Is er nog iets wat je de mensen wilt vertellen of mee wilt geven? Wat is je Instagram, je YouTube? Instagram heavy045, mijn YouTube en Spotify, gewoon Enahmiza. En ja, wat ik wil zeggen eigenlijk, ik ben nu bezig met een album. Komt zoon. En ik heb hard gewerkt voor deze album. In totaal eigenlijk die album voor 15 liedjes. Ik heb eigenlijk letterlijk hard gewerkt voor deze album. Van alle soorten. Ik ben toch tijdje stil. Voor mij, ik kom met vuur. Uit. We wachten en we kijken er naar uit. Het is gewoon pennen snel kort. Eigenlijk komt in, je weet toch, mijn eerste single van die album. Oké, ik link al de socials op de video en zo. En dan misschien zien we je ooit nog eens terug. En anders bedankt voor het komen. Zeker. Thanks. Yeah.